Beste Herman. Hoe dat toch werkt met dat geheugen van ons. Vorige week moest ik toevallig in de buurt van de Leopoldstraat zijn. Ik had wat tijd over en ik besloot op zoek te gaan naar het hotel waar we toen verbleven. Na even zoeken en reconstrueren, het zat, dacht ik, aan de overkant van het park en links van een bloemist, stond ik voor het pand. Hotel Atlantic zat er niet meer, maar de marmeren gevelplaten waren nog goed zichtbaar. Het leek alleen zoveel smaller dan ik me kon herinneren. Op de begaande grond was een kledingwinkel gekomen en de hogere etages waren zo te zien verhuurd als appartement. Het begon te regenen. Ik stak mijn paraplu op en toen opeens, na al die jaren, zag ik het embleempje. De gekrulde A op de rand van mijn oude paraplu. Hoe kan dat toch? Ik was het volkomen vergeten, maar nu opeens wist ik weer hoe we de paraplu later in de auto vonden. We hadden hem nog terug willen sturen, maar er komt dan toch niks meer van. Zonder echt van plan te zijn iets te gaan kopen, ging ik maar naar binnen. En trouwens, ik kan toch nooit iets vinden in dat soort winkels, dus ook al had ik iets willen kopen, het was niet gelukt. Gelukkig was niemand van het personeel geïnteresseerd in een oude vrouw met een oude paraplu. Van wat ooit de hotellobby was, was alleen nog maar het bewerkte plafond te herkennen. De mooie wenteltrap was er uitgebroken en de houten balie stond er niet meer. Mijn oog viel op een regenjas. Een eenvoudige zwarte jas. Een beetje getailleerd. Hij beviel me, ik paste hem en ik kocht hem. Het was gestopt met regenen. Ik merkte dat ik de paraplu in het pashokje had laten hangen. Ik ben niet meer teruggegaan.